Zondagmiddag werd het nieuwe kunstseizoen van de Anningahof feestelijk geopend. Nou, de bezoekers die kunnen weer helemaal een nieuwe tentoonstelling zien, zowel buiten als binnen. Met buiten 90 beelden. Met een enorme diversiteit op elk gebied, zowel de figuratie als abstractie, installaties. Sommigen begrijpen je helemaal niets van, dat is niet erg. Anderen zijn weer heel toegankelijk. En zo op die manier is het ook de bedoeling dat ook scholieren, dat die kunnen beginnen met kijken naar de hele toegankelijke en zich langzamerhand gaan afvragen wat zou dit dan zijn, hè, wanneer ze iets niet begrijpen. Dat stemt tot nadenken. Naast de uitbreiding van de collectie komt er ook een samenwerking met de Stadkamer. Hiervan is het doel om verdieping te bieden aan de kunst- en cultuureducatie van middelbare scholieren. Dat is een experiment en daar moeten we nog mee beginnen. Maar de basis die is er. Dat de bedoeling is dat de scholen, dat we die wat samen wat willen gaan versterken. En dat we daar ook een bepaald programma voor gaan maken. En de bedoeling is dat dan van tevoren een les gegeven wordt op school. En dan daarna komen ze hier. En dan nadat ze hier geweest zijn, krijgen ze weer opdrachten. Ook is de Anningahof een samenwerking aangegaan met het theatergezelschap Suus. Nou, met Suus hebben we in het begin hebben we afgesproken dat er verbindingen gelegd zullen worden tussen de beelden in het park en andere vormen van kunst. Dat is op zich best ingewikkeld, maar ze komen nu, ik heb al heel veel oefeningen gezien, ze komen nu met 80 mensen. En dat gaat over dans, over gedichten, allerlei vormen, andere vormen van kunst. En dat worden hier die voorstellingen gegeven. En dat zijn 6 avonden, eind juni en begin juli. Het duurt ongeveer alles weer 2,5 uur, de avonden.